Ja, dan krijgen we zin om te neuken. Jongens, welkom terug in Eindhoven. Welkom bij de party. We zijn hier al echt 100 keer geweest. Het is Nederlands bijna grootste LAN-party. En dat betekent computerschermen, computerschermen en nog een keer computerschermen in het kwadraat. Want dat is waar het hier om draait. Een LAN-party met competities waar gamers strijden tegen elkaar om vette prijzen. En wij hebben nu twee nieuwe teams voor de Gamers at Rebels. Namelijk één voor League of Legends en één voor CSGO. Wij gaan dit weekend kijken hoe zij het doen. We gaan jullie laten zien hoe het event eruit ziet. En natuurlijk is Remy de Panda van de partij. Nou, als dat geen heerlijk weekend wordt, dan weet ik het ook niet. Ga je mee? Kijk, weet je, een van de dingen waar gamers natuurlijk groot in is het tuk-tuk wezen. Want er is, ja, het is eigenlijk weinig meer entrepreneurship bedrijven dan wij op dat front. Maar ja, weet je kan ook iets met vierwielen maken en dat heeft Koelemans gedaan. Kijk deze fucking vette van, hij is echt awesome. Ja, en dan zijn we hier bij de teammanager, de man die alles mogelijk maakt. De man die qua visie, nou eigenlijk Steve Jobs overstijgt, maar qua in leven zijn het toch iets beter doet. Hey Mars! Mooi, dankjewel. Ja. Hey Peter. Hallo, het is raar, maar waar je bent er weer. Ja, en hoe heet het, de Rebels? We hebben nieuwe Rebels. We hebben inderdaad nieuwe Rebels. Achter mij staat het CSGO team en we hebben daar het League of Legends team. En helemaal achter in de hoek zit Falco Hearthstone te spelen. Ja, we zijn vandaag op dag 2 van de party. En ik kan je vertellen dat het nu al 100% beter is dan vorig jaar. Ja, ze zijn één ronde verder gekomen. Dat is 100%. Twee rondes verder gekomen. Nee, het gaat echt een stuk beter. Het is een stuk fanatieker. En ik ben er wel blij mee. Maar we zijn natuurlijk aan het bouwen aan de nieuwe Gamers at Rebels team. De nieuwe jerseys zijn inmiddels besteld. Die komen eraan. Hou Gamers at in de gaten. Maar we zijn ook nog op zoek naar wat andere teams. Inderdaad, ja. Een Rainbow Six Siege team. Voor PC. Voor PC, inderdaad. Goed dat je het zegt. En een Overwatch team. Voor PC. Ook voor PC, inderdaad. Jezus, ben je goed. En we moeten beide 16 plus zijn om mee te kunnen doen aan de competities. Ja. We zijn nog heel erg hard ernaar op zoek, dus heb je interesse, heb je een team, het liefst een team met mensen die al samen gespeeld hebben. Dus individuele vinden we fijn, maar het liefst toch mensen die al langer samen spelen. Ja. We doen niet spelen om te winnen, om heel erg de eerste te willen worden, maar we doen vooral spelen om het plezier en met samen. Het samen op pad gaan. De volgende LAN-party is natuurlijk de reality in september. We doen ook mee met de ESL Benelux. Kortom, ken je een team of weet je een team of ben je in een team van Rainbow Six Siege of Overwatch? Laat ons eventjes weten via rebels@gamers.nl. Kun je ons mailen of laat weten in de reacties. En dan denk ik dat het nu maar even tijd is dat we even gaan kijken. God, wie zijn nou eigenlijk die nieuwe Rebels? Nou, wat ik vond van de party, het is een super vette LAN. Ik ben hier al een jaartje of 6 aanwezig. Elke keer ben ik hier weer terug. Het is een toffe LAN. Ik woon hier ook in Eindhoven, dus ja, zoals jullie al weten, super tof. Nou, op zich een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Ik vind het wel beter geregeld en er wordt sneller ingegrepen als er een fout optreedt met de verbinding op de servers. Dan zie je dat de competitie meteen daarop inschakelt en dat rechtzet. Ja, chill. Leuk. Het bevalt goed. Goede faciliteiten en leuke mensen. Ik kom hier al heel vaak. Dit jaar weer een hartstikke gezellige LAN. Het is voor mij lekker dichtbij, dus ik ben zelf ook Brabander vandaar. Dus altijd een LAN die ik meepak. Voor het eerst met Gamersnet, super gezellig, worden goed verzorgd. Leuke mensen allemaal en zeker weer een LAN om terug te komen eigenlijk. Ik vind de party super leuk dit jaar. Ik ben al een keer eerder geweest, ook met mijn vriendenteam. Toen was de performance ook slechter dan dit keer. Mooi opgezet, veel leuke compo's. Echt beter dan vorig jaar moet ik eerlijk zeggen. Toen was het best wel wat saaiere dingen, maar nu hebben ze dat nieuwe games toegevoegd, Fortnite. Dat is echt leuk om te doen. En los daarvan natuurlijk League of Legends. Ja, hoe het gegaan is, redelijk. We hebben een paar jongens die de eerste keer op een LAN zitten, dus ze weten nog niet 100% van oké,
Wat is de sfeer? Wat doen we met communicatie? Want iedereen is aan het schreeuwen, want we zitten hier met 1000 man. Dus het is best wel flink. En als iedereen aan het schreeuwen is, kan het best wel afleidend zijn voor de communicatie. Maar over de resultaten ben ik persoonlijk best wel tevreden. We hebben best wel goede teams kunnen verslaan. Uiteindelijk zijn we 2-2 gegaan in de group stage. En ja, dat was niet goed genoeg. We moesten 3-1 gaan om door te gaan naar de bracket fase. Nou, maar over het algemeen zeer tevreden. En we gaan goed voorbereiden voor de volgende. Ja, slechter dan vorig jaar helaas. Ik heb de eerste bracket, daar ben ik nog wel enigszins doorgekomen met moeite. Maar daarna ben ik afgevallen. Dus ja, dat is toch vrij snel gegaan. En dan kan je wat zeggen, het ligt aan de kaarten. Maar ja, de een heeft meer geluk als de ander. En het is niet anders, daar is het bij gebleven. Het ging bij ons best wel goed op zich. De eerste game hebben we goed gewonnen. Daarna kregen we eigenlijk een beslissende game die we helaas best wel hard hebben afgelegd. En toen moesten we tegen een team tegen wie we ook online hebben gespeeld. En wisten we eigenlijk van tevoren al van, dat gaat hem niet worden. Dus ja, we hebben het goed naar ons zin gehad in de compo. Maar helaas zijn we wel vroegtijdig uitgeschakeld. We hebben 2-2 gespeeld in de group stage met het team. Net niet door. Eén match eigenlijk die we wel hadden moeten winnen. Maar waar we eigenlijk twee hele grote fouten maakten waardoor we niet door zijn gegaan. Waardoor we verloren. Één match heel goed gespeeld. Waar we dachten van nou, die gaan we niet pakken. Nou, die pakten we wel. Dat was meteen de eerste match. Nou, toen dachten we, nou, dat zit veel in. Nou, dat kregen we daarna meteen weer op onze broek. Dus toen was het weer even bij herpakken. Nou, daarna moesten we eigenlijk tegen degene die nu een beetje voor de eerste plek gaat. Zijn we wel weer hard op onze broek gekregen. Maar daarna weer een pot goed gepakt. En net niet door, jammer genoeg. Maar het was een leuk toernooi verder. Ja, we hebben helaas de poolfase niet overleefd. Maar ik heb het wel naar mijn zin gehad. De eerste match hebben we overtuigend gewonnen. Ik als 9th pick, want ik mocht eigenlijk niet mee met het team. Maar andere mensen konden niet, dus ik moest mee. We hebben het goed gedaan, dus ik stond er bovenaan. Dus daar ben ik zelf wel tevreden mee. De daaropvolgende matches die waren wat minder helaas. En daardoor zijn we eruit gegooid. Maar ik kijk wel op een positief evenement terug. Met het team is het redelijk gegaan. We kwamen helaas niet door de groepfase heen. Want het was 5 teams in de groep. En we moesten in de top 2 eindigen, maar we vielen er net buiten. We hadden overigens wel evenveel punten als de tweede plaats, maar die had gewonnen van ons, wat hun automatisch door liet gaan. Dat was wel jammer. We hadden wel een gamepje laten liggen die ik dacht dat we wel konden winnen. Maar dat gebeurt bij elke League of Legends potje wel weer. 1 fout is cruciaal en dan is het over. Maar het is wel leuk nog steeds. Het is niet dat je daardoor teleurgesteld bent, maar je gaat gewoon doorspelen en probeert te leren nog van die dingen natuurlijk. Mijn verwachtingen voor de reality, ja, dat is een goede vraag. Ik wil op zijn minst dat wij als team heel veel meer gaan spelen. Ik wil dat de individuele skills van de spelers richting gewoon de diamond gaan, zodat we echt op lekker niveau kunnen draaien. En dat is denk ik wel haalbaar. En als dat gehaald is, want reality is, als ik me niet vergis, ergens in het 22 september, gok ik aan mijn hoofd. Dan hebben we genoeg tijd om zeker naar de top 5 te kunnen klimmen. Ja. En ik vroeg eigenlijk daar weer voor de nieuwe kaarten die in opkomst zijn. Dat is nu halverwege april. Dat ik team meepak en dan ga ik weer mee aan de slag voor de komende competitie. Ons team bestaat eigenlijk uit meerdere leden. We zijn nu met deze 5 gekomen. Het kan zijn dat er andere mensen meegaan die dus weer andere input brengen. En ja, we hopen dan met meer training van tevoren. We hadden eigenlijk beperkte trainingstijd met z'n allen. Dat we dan toch nog iets verder kunnen schoppen dan wat we nu hebben gedaan. We gaan ons daar natuurlijk weer op voorbereiden. Door gewoon solo queue te spelen, duo queue en vooral practicen met het team natuurlijk. Dit was ons eerste LAN met z'n vijven.
We hebben veel van opgestoken waar we nog aan moeten werken, waar we al eigenlijk goed mee zitten. Dus wat dat betreft was het een goed startpunt voor ons hier. En we hebben veel leerpunten van deze landen kunnen krijgen. Dus genoeg nog om te doen voor de reality en veel oefenen met z'n vijven. Nou, ik ga me dus niet voorbereiden op de reality, want ik was hier ook de 9th pick. Dus er zijn mensen die beter zijn dan ik in de vriendengroep die voor de reality gaan trainen en ook gaan attenden. Dus ja, voor mij, ik ga aanjuichen. Dat is mijn bijdrage. Ik ben nog nooit op de reality geweest, dus ik heb echt geen idee eigenlijk. Ik hoop dat het een beetje dezelfde opzet is als de party, want dat vind ik wel leuk. Ik weet niet of het even groot is. Dat zullen we wel daar tegenkomen, maar ik denk wel dat we daar beter zullen presteren dan hier. Hier komen toch wel echt ook grotere namen naartoe, denk ik, dan de reality. Dus misschien dat we wel door groepsronden kunnen uitkomen en daar eventueel wel echt misschien een top 10 plaats kunnen pakken en echt kunnen laten zien. Want we hebben wat meer tijd om met elkaar te oefenen nog daarvoor. Dus ik denk dat het wel helemaal goed komt. Iets aan een panda gehad, ja, lekker massages, heerlijk achter en dan, ja, heerlijk, nee, super tof. We hebben een paar foto's met onze panda gemaakt, nee, geweldig. Ja, nee, Rebby was ook van de partij en volgens mij zijn er genoeg videomateriaal, beelden van en foto's om dat te bewijzen. Ik vond het heel leuk dat hij er was. Ik dacht eerst, hey, wat is dat? Maar dat was onze mascotte en ja, ik vond het fantastisch. Ja, die heeft ons goed motivatie gegeven. Rebby, ja, die ben ik dus ook deze land voor het eerst tegengekomen. Wat een, ja, goed voor het moraal in ieder geval. En ja, een gekke panda in ieder geval. Ja, ik vond het heel leuk dat hij er was. Leuk om te zien, heel jovel, fluffy. Nee, het is mooi om een mascotte aanwezig te hebben op het evenement. Ja, hij heeft super supportive gedaan. Hij had zelfs even een massage gegeven toen ik aan het spelen was. Echt helemaal top. Ik zal hem aanraden, beste mascotte ever. Dit was het dan weer voor dit jaar. De party hier in Eindhoven. Nou ja, to sum up. De Rebels hebben beter gespeeld dan vorig jaar. We zoeken nog Rebels voor Overwatch en Rainbow Six Siege. Rebby is awesome en het event was top. En dan rest mij niks anders dan te zeggen van... What the fuck? Kijk eens wie hier is. Kom even hier. Is fucking Lennart. Wat doe jij hier? Ik heb echt al een jaar niet op de site gezien. Nee, ja, ik dacht ik kom even kijken. Misschien kom ik Rebby nou wel een keer tegen. Ik bedoel, telkens als hij er is, dan ben ik net weg. Het is bizar. Ja. Wat... Nou, ik snap weer, ik vind, nou, we gaan bijpraten, we gaan de kroeg in. Ja, tuurlijk. Je hebt al biertje, zie ik, lekker. En wij spreken jullie heel snel weer bij een nieuw item van Gamerset.nl. En weet jij nog van een jaar geleden wat wij dan altijd op het eind zeggen? Houden we hem bedankt. Olé, olé. Doei.